Wanneer u op 25 mei het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende politici op de kieslijsten. In Actua Kandidaat laten we u kennis maken met enkele opvallende kandidaten. Elke kandidaat krijgt daarbij de kans om zich aan de hand van een zelfgekozen voorwerp aan u voor te stellen. Exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat-politici om u te vertellen wie ze zijn. Mijn naam is Johan van Oortveld. Ik ben naar de verkiezingen van 25 mei eerst komen toe lijsttrekker voor N-VA wat Europa betreft. Ik ben dokter in de economische wetenschappen en geef vandaag les macro-economie aan de Universiteit van Hasselt. Professioneel heb ik, vooraleer ik in de politiek stapte, diverse jobs gedaan in het zakenleven, in het bankwezen en in de journalistiek, waar ik onder meer hoofdredacteur van Trends en Knak geweest ben. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik denk dat wat doorslag gegeven heeft in zaken mijn beslissing om in de politiek te stappen, dat dat een zeer grote en alsmaar toenemende onvrede was met het economische beleid, in de brede zin van het woord, zoals gevoerd op federaal niveau in België. We zitten met een aantal zeer grote structurele problemen in zaken publieke financiën, in zaken tewerkstelling, in zaken concurrentievermogen, in zaken betaalbaarheid van de sociale zekerheid en dat soort zaken. En men heeft eigenlijk tot nu toe in belangrijke mate de problematiek altijd maar voor ons uitgeschoven. Wat maakt dat de rekening voor de huidige generaties en zeker voor de toekomstige generaties bijna onbetaalbaar zwaar dreigt te worden? Ik heb daar in de journalistieke uitstappen die ik gedaan heb altijd heel zwaar op gehamerd en heel uitgebreid over geschreven. Het moment was gekomen voor mezelf om te trachten er ook iets aan te doen. En dat is eigenlijk de hoofdreden voor mijn overstap naar de politiek geweest. Ik heb gekozen voor N-VA omdat zowel de analyse die vanuit deze partij gemaakt wordt van de problemen waar we vandaag voor staan, als de oplossingen die daar worden voor aangedragen, inclusief het institutionele, zij met de zaken komt die het dichtst aanleunen bij wat mijn persoonlijke analyse is en van mijn persoonlijke voorkeur voor wat betreft het te voeren beleid. Dus het was een bijna natuurlijke convergentie van persoonlijke overtuiging, persoonlijke analyse en wat ik vanuit deze partij hoorde opborrelen in de voorbije periode. En dus lag de keuze wat dat betreft voor de hand. Welke quote hebt u gekozen? Wel, dat was een moeilijke keuze, want er zijn toch wel heel wat interessante dingen verteld door heel wat interessante mensen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een quote van Winston Churchill, die ooit gezegd heeft: je kan er altijd op rekenen dat de Amerikanen doen wat ze moeten doen, nadat ze alle andere opties uitgeput hebben. Ik vind dat een zeer typerende quote voor de geestesgesteldheid, de ingesteldheid van de Amerikanen, die vaak de meest gekke fouten begaan, de meest gekke beslissingen nemen, maar die als puntje bij paaltje komt, toch altijd weer terug op hun twee voetjes neerkomen en finaal de dingen gaan doen die ze moeten doen om de problemen die zich stellen op te lossen. En ik denk dat dat bijvoorbeeld naar de actuele situatie rond Oekraïne, toch een vrij moeilijk iets, misschien ook wel aan de orde zal komen dat ze finaal zullen doen wat ze moeten doen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, je leert van vele mensen bij. Er is dan natuurlijk een gradatie in mensen waar je iets van bijleert en mensen waar je veel van bijleert. Er zijn in heel het traject dat ik tot nu toe in de 58 jaar dat ik op deze aardbol rondloop, heel wat mensen geweest die mij beïnvloed hebben. Maar ik denk dat ik misschien hier toch wel twee mensen speciaal mag vermelden. Twee professoren economie, Emil van Broekhoven en Walter Nonneman. Beide verbonden geweest aan de Universiteit Antwerpen, want op emeritaat, alhoewel voor Nonneman is het nog even vooraleer hij op emeritaat kan. Maar dat zijn duidelijk twee mensen die mij qua filosofie, qua denkwijze erg beïnvloed hebben. En dan meer in de internationale context is iemand als Milton Friedman toch wel iemand geweest wiens geschriften en ook de gesprekken die ik met hem heb kunnen voeren toch wel iets geweest dat op mij een zeer diepe en blijvende indruk gemaakt heeft. Wat zijn uw politieke interessegebieden?
Dat is vooral het economische dat mijn interesse weerhoudt. Wat het Europese betreft is het dan vooral het monetair-economische. En dan komen we onvermijdelijk tot het fenomeen van de euro, de eurocrisis. Dat is iets wat mij al boeit van vooraleer de euro van start ging. Ik studeer al op het thema van monetaire eenmaking van in de jaren 80. Dus ik heb het allemaal van vrij nabij kunnen volgen. Voor de rest denk ik dat wat Europa betreft, dat een thema dat de komende periode in ieder geval aan de orde zal komen en ook op Europees vlak veel aandacht zal vragen, de problematiek van de energievoorziening is. Die op zich belangrijk is voor elke burger, elk bedrijf, de maatschappij als geheel, maar die ook verregaande geopolitieke gevolgen heeft. Denken we maar aan de situatie met Rusland nu, Oekraïne, het Midden-Oosten als leverancier van olie en gas, de Verenigde Staten die via de nieuwe ontwikkelingen daar nu zeer snel op weg zijn naar energieonafhankelijkheid. Dat zijn allemaal fenomenen die heel belangrijk zijn voor onze welvaart, voor ons welzijn, voor onze veiligheid. Vandaag, maar zeker ook in de komende jaren. Dus dat is in ieder geval een thema waar ik mij vanuit het Europese parlement, als ik daar raak, zeker wil mee bezighouden. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, waar ik heel graag een steentje zou willen toe bijdragen binnen de politiek, is dat we er meer in zouden slagen naar de bevolking toe om de dingen met de naam te noemen. Als er een probleem is op het vlak van loonkosten, dan moeten we dat ook onverkort op die manier kunnen en durven zeggen. En moeten we ook kunnen en durven zeggen dat we daar alleen iets kunnen aan doen door die loonkosten te verlagen. Dat klinkt heel logisch en heel normaal, maar toch stel ik voortdurend vast dat men in de politieke wereld dit soort van boodschap, die klaar en duidelijk en simpel zou moeten zijn, tracht te verpakken in allerhande beeldspraken en omvloerste bewoordingen, waardoor bij veel mensen, en dat is absoluut niet de fout van de mensen, integendeel, de boodschap eigenlijk bijna wat wegvloeit. Dus de dingen benoemen, klaar en duidelijk, naar de mensen toe, qua analyse, qua oplossingen. Ik denk dat daar zeer grote behoefte aan is in de huidige context. Wat hoopt u te bereiken na 25 mei? Wel, heel concreet, als wij met N-VA erin slagen om op federaal en Vlaams niveau voldoende substantie te halen, zodanig dat we voor wat betreft de regeringsvorming de facto incontournable worden, zoals men dat dan in mooi Nederland zegt. En als wij op Europees vlak erin zouden slagen om 4 zetels te halen. N-VA heeft vandaag in het Europees Parlement 1 zetel. 3 mag redelijkerwijze als beschouwd worden als iets dat we zeker zouden moeten kunnen halen. Maar dus als 3 voor een groot stuk verworven lijkt te zijn, ja, dan moet uiteraard de doelstelling 4 zijn. Dus ik zou heel graag in de Europese verkiezingen met N-VA 4 zetels in de wacht slepen, zodanig dat we binnen dat Europees Parlement toch wel onze stem af en toe eens op een ernstige en duurzame manier kunnen verheffen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een boek meegebracht. Mijn eerste idee was om een fiets mee te brengen, omdat ik een overtuigd fietser ben. Ik geloof echt in fysieke ontspanning. Ik ben ervan overtuigd dat sport doen voor iemand die professioneel bezig is, tijd gewonnen is. De tijd die je spendeert aan de sport, die win je heel makkelijk terug in termen van scherpere concentratie, verhoogd recuperatievermogen en dergelijke. Maar ik heb uiteindelijk toch voor het boek als symbool gekozen, omdat ik een verwoed lezer ben. Al van in mijn jeugd. Ik lees ongeveer alles wat ik in mijn handen kan krijgen. En ook omdat ik vaststel, en dat vind ik toch wel heel merkwaardig in deze moderne tijd, dat ik ondertussen alle kranten, alle tijdschriften digitaal lees, op de computer, de niet geprinte versie. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Dat gaat mij zeer goed af. Dat ligt mij. Maar ik slaag er niet in om elektronisch een boek te lezen. Dat wekt tegenzin op. Dat gaat me echt niet af. Ik heb echt een fysiek boek nodig om in te bladeren, om te lezen, om de look and feel te hebben. Dan voel ik mij goed als lezer.
Dan voel ik mij ook gemotiveerd om dat boek te lezen. Een boek digitaal lezen wordt er voor mij voorlopig nog altijd niet bij. Maar ik maak mij wat dat betreft ook geen illusies. De vooruitgang zal ook mij wat dat betreft wel inhalen. En het tijdperk van boeken digitaal lezen zal er voor mij ook wel aankomen. Maar voorlopig zweer ik bij het boek zoals dit er een is. Om voor de nodige ontspanning te zorgen voor mezelf. En ook om bijkomend, uiteraard voortdurend, nieuwe dingen te leren.